verbeterd. En het levert hier natuurlijk dat er geen fouten zijn. Ik heb ook de CSS verbeterd. Er zijn geen fouten in de validator bij de CSS gevonden. En dat levert ook hier meteen dan een goed menu op. Hier zit in mijn reader. We zien ook meteen dat deze afbeelding hier achter de header komt. We gaan nog eventjes kijken naar de markup zo en dan lopen we nog eventjes door. Dus valide is het zaakje intussen. En mocht het online staan, dan kan je alsnog op deze knoppen klikken. Maar dan moet eerst de zaak online zijn en dan krijg je ook een rapport van W3C over de conditie van je CSS of je HTML. We lopen eventjes nog de markup door hier in de index. Ik heb hier nog alles geselecteerd waardoor dit is. We hebben hier een body met daarin een header en daarin een main met allerlei sections. En in zo'n section zit dan oorspronkelijk weer een header met een tussenkop. Een kop 2 en een kop 4. En die wil ik dan natuurlijk ook voorzien van een achtergrondafbeelding zoals in het voorbeeld. En dat kan je het beste doen door die header ook hier dus een ID te geven. En ik noem hem maar eventjes, schrijf hem maar eventjes hier. ID is, ID is voor bijvoorbeeld, van voorgerecht. Dan heb ik hier een ID, die ga ik aan de section koppelen. En dat is hier een ID is hoofd. Je mag natuurlijk eigen namen bedenken natuurlijk. En dan hier deze section, zal ik eventjes kijken of deze een beetje kan, beter kan spatie, ruimtes kan geven, zodat de opbouw wat makkelijker wordt, gezien kan worden. Hier een ID is bijgerecht. En dan vervolgens hier beneden een ID is. En dat is nagerecht. Met deze ID's kan ik natuurlijk elke sectie hier een eigen afbeelding geven op de achtergrond. We hebben hier de verschillende achtergronden hier zo. En dan kunnen we dus werken aan bijvoorbeeld een hoofdgerecht. En dat is dan hier zo een bieten tartaar. En dan wil ik een bieten tartaar op die afbeelding hebben. Als ik die CSS heb opgeslagen, dan kan ik hier dus naar de header toe, naar de main en dan hier de sections. En daar zit section header. En daar heb ik al in ieder geval gezegd dat ze een padding hebben, maar ik weet nog niet welke dat zijn. Dus dan kan ik hier zo kiezen voor een ID van zo'n sectie. Bijvoorbeeld de ID die ik net gekozen heb voorgerecht. En die selecteer ik natuurlijk met de hash. En dan is het hier voor. En dan kies ik daar de header in. En die geef ik dan een achtergrondafbeelding background image. Background image. En die geef ik dus hier een URL. En dan zet ik hem dus erin. Dan moet ik dus eerst vertellen dat hij dus een mapje hoger gaat. We zitten nu in een CSS map. Dan gaan we de mapjes afbeeldingen in. En dan heb ik hier dus de bietentartaar.jpg. Dan gaan we even controleren of dat werkt. We gaan hier zo kijken en dan zien we ook hier de bietentartaar met geitenkaas. En dan gaan we dus nu kijken naar de pastinaak. En dat is dus eigenlijk een vergelijkbaar stukje CSS. En hier kiezen we dan dus het hoofdgerecht. En daar kiezen we dan voor een pastinaak of iets dergelijks. Dus dan gaan we hier kijken naar die afbeeldingen. En dat is hier pastinaak.jpg. Daarna de... Ja, ik pak hem gewoon maar in. En dan is het bijgerecht. Dat zijn de peertjes. Bij en daar de header van. En dat zijn dus de stoofpeertjes. Ik zal dit maar even verwijderen.
stoofpeertjes. En dan plak ik deze nog. En dan heb ik hier dus de nagerecht tiramisu. Oké, dan is het pot gelegd. Dan kunnen de afbeeldingen dicht. En dan kijken we nog even naar het resultaat hier zo. En dan hebben we het in ieder geval wat, ja, wat smakelijker geheel staan. En we hebben ook al een eerste stap gezet naar het menu. Want omdat de opmaak hier werkt met ID's, kan je daar ook een menu van maken. En een menu is eigenlijk niets anders dan een lijst van linkjes. En die gaan we dan ook toevoegen. We voegen hem hier toe vooraan de header. We pakken natuurlijk een nav element. We zetten daarin een ul element. En daarin een list item. En dan is er daar even een linkje in te vinden. En als die link dus gaat naar het voorgerecht, dus naar deze ID. En dan kunnen we hier nog ervoor zorgen dat het dus nu staat voorgerecht. Dan zal die daar naartoe gaan. Maar we kunnen hem ook nog straks wel weglaten. We gaan straks deze hier nog weglaten. Dan maken we deze voor terug. Dat doe ik om een andere reden. Maar nu gaat hij dus naar deze voor toe. Kijken of dat natuurlijk al wil werken. Dus we slaan dit op. We gaan kijken. En als het goed is, hebben we hier nu voorgericht. En dan gaan we dus inderdaad ook naar dit voorgericht. En dan vliegt hij zo naar beneden. Dat doen we dan dus natuurlijk ook net zo goed voor voor de andere items. En dat is hier dus hoofdgericht. Die gaat naar hoofd. En hier naar hoofdgericht. En dan vervolgens nog een keer plakken. En dat komt natuurlijk doordat hier nog iets weggevallen is. Zo, ja. Doen we twee keer, dan hebben we meteen al zo te pakken. Bij. Bijgerecht. En nagerecht. Goed, dus dit opgeslagen gaan we natuurlijk even testen. Ze staan hier zo en als we nu naar bijgerecht gaan, dan gaan we dus naar bijgerecht met de peertjes. En we kunnen weer terug naar de bovenkant. En als ik naar voorgerecht wil, dan is het eigenlijk een beetje jammer dat hij meteen daarin springt, want het is meteen het menu wat we hier hebben. Dus misschien kunnen we dat een beetje veranderen. We gaan namelijk bij voorgerecht die voor weghalen. Dat is alleen de stilstaande hash die we hebben. En op dat moment gaat hij dus eigenlijk gewoon maar naar de bovenkant van de pagina. Ga je dus naar het hoofdgerecht, schuift hij naar beneden, gaan we weer terug. Dan kunnen we dus bij het voorgerecht, en dan gaat hij dus gewoon naar die bovenkant toe. Dat is de hash. Als hij dus geen bestaande ID koppelt. Nou, op deze manier hebben we dus al een intern menu gecreëerd.